Tim, jij had een normaal leven daarvoor Ja. en toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Allee. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Dan. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord dat Rijke hier hanteert. Omdat het was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording dat ik dacht dat kan niet. Dat. Excuseer. Excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet wat er hier nu aan het gebeuren is. Excuseer. Valère, sorry, echt. Sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet kwalijk. Dus het feit als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes.